Goeiedag en welkom bij de nieuwe tv-serie Zuiderland in Beweging. Het komende anderhalf jaar volgen we elke drie weken de zorgtak van Zuiderland. Met onder meer de zorgcentra, thuiszorg, huishoudelijke hulp en JGZ. Het hoofdonderwerp van onze serie is de bouw van Hof van Servian in Hartje-Sittard. Dus hier, achter ons, verrijst een spiksplinternieuw woonzorgcentrum. Parallel aan die bouw nemen we een kijkje in het woonzorgproces. Wat betekent deze bouw voor de huidige bewoners van de zorgcentra? Voor de medewerkers van Zuiderland. Voor de omwonenden van Hof van Servian. En hoe past deze bouw in de strategie van Zuiderland? Allemaal vragen waarop in deze serie antwoord gaan geven. In deze eerste uitzending spreken we met Roel Goffin en Janine Goderijen, bestuurders bij Zuiderland en Zo Wonen. Samen met hen praten we over de nut en de noodzaak van dit gebouw. We staan hier op de Schootsvelden in Centrum Sittard. Prachtige locatie, vlakbij de stadswallen. Op een historische plek voor Sittard. En daar zijn wij als Zuiderland bezig om een hele mooie nieuwe zorglocatie te realiseren met een heleboel partners. Van 2011 ongeveer, dus toch alweer 8 jaar geleden. Toen hadden wij langzamerhand ook wel duidelijk dat een aantal zorglocaties hier in de binnenstad, en dat zijn met name de Kolleberg en in latere instantie ook de Bijnje, twee zorglocaties van Zuiderland, dat die eigenlijk langzamerhand niet meer zo toekomstbestendig waren. Dat die langzamerhand behoefte kregen aan vervanging. En dat was voor ons het moment dat we dachten van waar ligt dan de toekomst van die beide huizen? En hoe kunnen we die op een of andere manier goed vervangen? Dat moet je doen met een soort visie over waar ouderenzorg naartoe gaat. En dat gaat ook over de visie op de wijze waarop wij met onze ouderen in de stad dan willen omgaan. Waar willen we die hun laatste mooie jaren laten verblijven? Hoe willen we ze verzorgen? En hoe past dat dan in de totale infrastructuur, in de totale omgeving hier in het centrum van Sittard? We kennen de stad gelukkig goed, dus je hebt al een beeld wat potentiële locaties zouden kunnen zijn. En in die tijd kwamen we zowel in gesprek met Zo Wonen als met de gemeente om eens te kijken of het mogelijk zou zijn op een van de mooiste locaties van Sittard, namelijk hier op de hoek van de Schootsvelden, om aanpalend aan een aantal andere mooie gebouwen die hier staan, waar ook al veel ouderen hun leven leiden, om daar te kijken of het mogelijk zou zijn om daar aansluiting op te vinden. Er zijn een aantal partijen waar we heel vroeg bij aangeklopt hebben. Vooral de gemeente, die hadden we nodig als partner om te zoeken naar goede locaties. En tegelijkertijd vonden we ook dat dit ingepast moest worden in de totale woningbehoefte die hier in de binnenstad wordt ingevuld. Je kunt niet zomaar zeggen van het zal me niet zoveel interesseren wat wij bouwen en wat anderen bouwen. Het heeft allemaal met elkaar te maken en je moet vooral ook niet in elkaars vaarwater gaan zitten. Als je grote complexen zoals dit van 150 bewoners straks, als je die in een binnenstad neerzet. Dus we zijn ook heel vroeg met onze grootste partner in de woningsector, met Zo Wonen, gaan praten. En daar hebben we ook mee overlegd van, wat zijn jullie plannen? Hoe kijken jullie tegen de binnenstad aan? En kunnen we daar misschien elkaar in vinden? Nou, en zo ontstond eigenlijk redelijk vroeg al in 2012-13 een eerste partnership met gemeente en Zo Wonen, om samen de schouders onder die behoeften van ons te zetten. Nou, we staan nu bij wat wij de werktitel Wozoco hebben gegeven, maar wat eigenlijk Hof van Servian heet. Toch wel bij een van onze allergrootste nieuwbouwprojecten. Een ouderencomplex waar we 114 appartementen in de zelfstandige vorm aan het realiseren zijn. En daarnaast ook nog 30 woningen voor mensen met dementie. En we doen dat samen met Zuiderland. En voor ons echt wel een van de grootste projecten van dit moment. We hebben best wel veel zorgwoningen in ons bezit. Je ziet dat zorgorganisaties steeds minder eigen vastgoed hebben en steeds vaker met woningcorporaties samenwerken. En wij vinden dat ook heel erg belangrijk. Want de mensen die hier wonen, komen soms ook uit onze woningen vandaan. Dus op deze manier kunnen wij onze doelgroep, mensen met inkomens die afhankelijk zijn van ons als woningcorporatie, ook echt tot op het einde van hun leven laten wonen. Dan begin je samen te tekenen, begin je ideeën uit te wisselen. Hoe zou het eruit kunnen zien? Voor welk type cliënten, voor welk type bewoners zoek je een oplossing?
En dan ga je samen ideeën uitwisselen. Zo wonen we bijvoorbeeld heel erg veel van vastgoed, ook van huisvesting van ouderen. Wij weten heel veel van zorg. Die expertise probeer je met elkaar te mengen en daar de meest optimale oplossing voor te bedenken. En bij de gemeente is er heel veel expertise over wat dat vraagt het gebied. Het was bijvoorbeeld een hele belangrijke discussie dat we met zichtlijnen zouden zorgen dat de blik op de binnenstad, dus de blik op de stadswallen, dat die gewoon overeind kon blijven. Daar hebben we heel goed naar gekeken. We hebben ook heel goed gekeken naar het belang dat hiernaast een evenemententerrein ligt. Waar ook ieder jaar, zoals recentelijk de Sint Rosa, maar ook de Oktoberfeesten plaatsvinden. Waar je ook ruimte aan wil bieden. Dus hoe bouw je dat complex dan zo, dat het een het ander niet in de weg zit. We hebben nu een bouwjaar waar het natuurlijk even wat aanpassen is voor alle partijen. Maar zodra we eind 2020 zijn en de bouwactiviteiten zijn voorbij, dan willen we dat dit evenemententerrein nog steeds goed haar functie kan vervullen. En tegelijkertijd vinden we het prachtig dat onze cliënten daar ook bij tijd en wijle van mee kunnen genieten. Wij zijn gaan zoeken naar een oplossing hier, waarin de ouderenzorg ook echt midden in de stad kan plaatsvinden. Waar ouderen die steeds langer thuis wonen ook nog onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij. Ook nog kennis blijven houden en feeling blijven houden en contact hebben rechtstreeks met alle mooie activiteiten die een binnenstad met zich meebrengt. Vaak zijn het ook mensen die al jaren in een binnenstad wonen en niet uit die binnenstad meer weg willen. Omdat ze zich herkennen aan alle activiteiten, evenementen, tradities en ook simpelweg de herkenning met de straat ook nodig hebben om hun eigen leven zo lang mogelijk te kunnen leiden en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven. Er is hier een plek waarin ouderen gewoon een volwaardige plek in de samenleving kunnen blijven houden. Ook al hebben ze wat meer hulp nodig, ook al hebben ze meer behoefte aan ondersteuning. Die kunnen we bieden en tegelijkertijd worden ze hier eigenlijk bijna uitgenodigd om iedere dag weer naar buiten te gaan, mee te doen, erbij te horen. En prachtige voorzieningen die hier in de omgeving zijn, zoals het filmhuis, de bibliotheek, om daar ook gebruik van te maken en daar van mee te genieten. Want de samenleving heeft ook in deze binnenstad natuurlijk heel veel te bieden. Wat ooit begon als een schetstekening, kwam tot leven in een gedetailleerd plan. Er werd goed naar de omgeving gekeken en de materialen die in omringende gebouwen zijn gebruikt. Dit alles om het Hof van Serviam zo goed en mooi mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande bouw van Sittard. Na jaren van voorbereidingen gaat in 2019 dan eindelijk de schop de grond in. Inmiddels is de bouw aan de Oderzengel in volle gang. Serviam betekent ik zal dienen in het Latijn. Voor de initiatiefnemers een prima uitgangspunt voor een woonzorgcentrum waaraan honderden mensen en bedrijven meewerken. Het is iets wat je met vereende krachten en met gedeelde expertise tot iets beters maakt als dat je dat in een beetje in eenzaamheid zit te ontwikkelen. Het wordt er beter van. En dat verdienen onze ouderen in deze regio. Dus daarom moet je ook die samenwerking echt opzoeken om er uiteindelijk een heel geslaagd project van te maken. En daar ook de komende 30 jaar trots op te kunnen blijven. Want zo lang moet het minimaal mee, misschien wel 50 jaar. Dus je wil ook je beste beentje voorzetten met z'n allen. En dat gaat meestal beter, dan duurt het misschien wel iets langer. Maar dan heb je uiteindelijk wel samen een beter resultaat dan dat je dat in je eentje doet. We hebben meer grote projecten gedaan, maar dit is er wel eentje waar we heel trots op zijn. Zeker. Weet je, ik vind het heel erg jammer als je kijkt wat er in de jaren 50, 60, 70 ook wel allemaal gewoon is neergeplempt in Nederland. En eigenlijk stiekem ook wel hier in de gemeente Sittard-Geleen. Nou ja, dat verdient niet allemaal de schoonheidsprijs. En ik denk dat we met dit gebouw echt wel iets heel gaafs neerzetten. Het is een unieke plek. Hier moet je ook iets moois neerzetten. Dus ik ben ook heel trots op wat hier komt te staan. Op de doorkijkjes, waardoor toch het zicht op de schootsvelden en op de wal behouden blijft. Nou, de luchtigheid van dit gebouw, want het is echt wel een heel groot gebouw. Maar we hebben toch het ontwerp zodanig gemaakt dat je dat helemaal niet als zo'n massa ervaart. En ik geloof daarin. Ik zeg altijd, maar eigenlijk moeten wij gewoon de monumenten van de toekomst nu bouwen. En dat hebben we jarenlang niet gedaan als woningcorporatie. Hè. We hebben van die, nou ja, toch niet altijd even mooie flats neergezet. En hier doen we dat veel beter. Wij vinden dat wij een maatschappelijke speler in de stad zijn. Hè? Dat de stenen die wij inzetten eigenlijk slechts een middel is. Wat wij willen is dat mensen eigenlijk gelukkig zijn in hun woning, in hun woonomgeving. En dat is dan onze woning en de woonomgeving waar wij invloed op hebben. Dus zowel wat we bouwen,
maar ook onze hele dienstverlening eromheen en de manier waarop we partnerships aangaan. Nou, dat moet allemaal gericht zijn op het gelukkig laten worden van de mensen in hun woning en woonomgeving. Want dat is uiteindelijk waar het ons om gaat en niet om de winst. Heel erg gaaf dat deze locatie in deze stad, die altijd, omdat het vroeger een school is geweest, een maatschappelijke bestemming heeft gehad, nu ook een maatschappelijke bestemming blijft houden. Want dit was een hele goede locatie voor ook commerciële ontwikkelaars. En die gaat het wel om het geld en ons niet. En dat zie je terug in het ontwerp wat we gemaakt hebben. In de doelgroep, hè, de mensen die er straks komen wonen. Ja, dat vind ik echt wel fantastisch. Hè. Het was altijd maatschappelijk, het blijft maatschappelijk. Terwijl een gemeente ook heel makkelijk andere keuzes had kunnen maken. Dus dat vind ik echt tof. Van Weinig heeft op dit moment als bouwer aan dat het eigenlijk prima volgens planning verloopt. Daar zijn we heel blij mee. Als dat zo blijft duren, dan hebben we in september, oktober volgend jaar, dus 2020, hebben we een moment waarop wij kunnen zeggen van nou, het echte aannemergedeelte is gereed. En vervolgens gaan wij de echte inrichting, hè, meubels, keukentjes, dat soort werk, die moeten dan allemaal helemaal klaar en afgemaakt worden. Dan gaan we ook alle zitjes waar we net over spraken helemaal netjes maken. Dan gaan we zorgen dat het echt een warm huis is, letterlijk en figuurlijk. En dan denken we dat we ongeveer een 2-3 maanden nodig hebben om ook onze medewerkers vertrouwd te maken met het pand. Want voordat ze hier binnen moeten mogen werken en kunnen, zorg kunnen verlenen, moeten er natuurlijk allerlei dingen geoefend worden. Moeten ook veilig zijn. Moeten mensen bijvoorbeeld brandveiligheidstrainingen hebben gehad om te zorgen dat als hier onverhoopt iets zou gebeuren, dat we dan snel de juiste dingen kunnen doen. En dan denk ik dat het ongeveer zo ergens januari, februari 2021 is. En dan kunnen we hier ook echt de eerste bewoners begroeten. En met het spannende proces van verhuizing aan de slag. Want dat is natuurlijk ook iedere keer een operatie. Want we hebben toch ook heel veel kwetsbare ouderen nog in onze panden zitten die we van oud naar nieuw gaan brengen. En dat willen we zorgvuldig doen, netjes doen, zodat ze daar ook zo min mogelijk last van hebben. Het is spannend. Het moet wel allemaal worden zoals we het gedacht hadden. Het is een hele onderneming. En we voelen ons ook echt verantwoordelijk om dat goed en netjes te doen met z'n allen. Alle medewerkers vinden het ook heel erg spannend, want men is nog heel erg gehecht aan de huidige locaties. Dat zijn vertrouwde huizen, letterlijk. Daar voelen ze zich ook thuis. Dat geldt ook voor onze cliënten. En mensen die bij onze zorg zijn, die willen gewoon, ja, eigenlijk zitten die een beetje op de wip van, ja, ik wil eigenlijk graag vasthouden aan het vertrouwen, waar ik me goed voel, waar ik weet hoe het gaat. En dan moet ik toch naar zo'n nieuwe locatie, wat gaat dat brengen? En wat loop ik dan allemaal tegen het lijf? En gaat dat dan allemaal zo soepel wel? En ineens krijgen sommige bewoners mogelijk ook veel meer vierkante meters ter beschikking. We gaan dat allemaal goed begeleiden. Dus dat is spannend. Het hele proces aan het toe is nog allemaal niet helemaal zeker hoe het er precies uit komt te zien. Dus er zijn ook nog onbekendheden en die wil je invullen. Dat is ook spannend. En natuurlijk ben je ook wel heel erg trots dat we hier dit mogen realiseren samen met onze partners. En die trots die mag er ook best zijn, want dit is nogal wat. Zoals je ziet, er gebeurt dus van alles hier. En dit is pas het begin. De komende weken gaan we in gesprek met onder andere de architect, met omwonenden, met medewerkers en cliënten van Zuiderland. 25 september, 7 uur. Tot dan!